dat is toch 606 kilometer naar onder vanaf Escapona. Este. Dat is toch 606 kilometer naar onderen van Espanona. Hoe heet die vrouw zo? Estepona. Dat is toch 606 kilometer naar beneden van Espapona. God, man, die. Aflevering 21 van Hunche. Je ziet wel, ik ben vrolijk gestemd vandaag. Ik heb in mijn glazen bollen zitten kieken. En het ziet er goed uit dit jaar. Het gaat allemaal goed komen. Zullen ze bruin zien, die jongens van ons. We hebben in elk geval al 4 punten uit 2 wedstrijden. Wat zullen die ploegen van ons geschrokken zien, zeg? Dat hadden ze niet verwacht. Westlandia uit Naaldwijk en Hannover uit Duitsland. Met niks nieuws gestuurd, die Duitsers. We stemmen weer op de kaart, hoor. Een nieuwe spits hebben we er ook bij, Ferdi Druif. Die blijft tot het eind van dit seizoen. Dan begint de druivenpluk. Ik hoop dat we hem dan kunnen houden, want anders wordt de druif zuur. Dat we dan kunnen zeggen, goede wijn behoeft geen krans. 2019, dat was een goed wijnjaar. Louis Versundel, die treft het bij de Travers in Groesbeek. Kan die laten zien wat hij echt kan, die jongen. Ze leasen hem tot het eind van het seizoen. Vroeger kreeg je een brommer van de club als je bij de Travers kwam spelen. Tegenstander Eindhoven. Wij zouden moeten willen kunnen kennen. En dan mogen we Eindhoven kunnen hebben. Ik heb Jack wat tips meegegeven voor zondag. Ik zei, Jack luister. De eerste 90 minuten zijn het belangrijkst. Als iemand gaat sprinten, is hij te laat gestart. Zit een speler in de wissel, dan moet hij kunnen schakelen van de 1 naar de 5. Niet de achteruit, want dat gebeurt er vaak. Ze hebben de APK-keuring gehad in Estepona. Dus ik ben benieuwd. Voorspelling, het zou mooi zien als we winnen. Want dan geniet ik zo lang mogelijk, want ik weet niet hoe lang het duurt. Ik heb van de week bij Albert Heijn op de Meulenweg voor de deur gestaan. Om voetbalplaatjes te vragen van NEC. En wat denk je? Hebben ze alleen Ferdi Druif. En dan ook nog met een AZ-shirt aan. Maar ze hebben wel plaatjes van die oranje voetbalwieven. Zien wij soms minder? Ik dacht het niet. Ik wens jullie het allerbeste voor 2019. En het ligt er al vandaan. Nou, veel punten en veel plezier. En hou jij. Doei. De ballen.